Goedemorgen vandaag, een grote verandering. Wij begonnen dit vlogkanaal op 27 maart 2013. Jouw allereerste vlog kwam op die dag uit. We zijn ondertussen 148 vlogs verder. Dit wordt de 149ste. En we hebben het voor elkaar gekregen om elke woensdag om en om een video up te laden. Dat was één van de regels die jij die 27 maart maakte. Er waren een paar andere regels ook nog. De video moest op woensdag worden geüpload. Dat was de eerste regel. Hij mocht niet langer dan 4 minuten zijn. En jij zou een week doen. En ik zou een week doen. En jij zou een week doen. Nu, 20 januari 2016, is het mijn beurt. Ik ga een van de regels veranderen. Normaal druk draag op alle knopjes. Op naar de Citybox. Nou, we zijn binnen. De 4 minuten regel verander ik. Ik maak daar 5 van. Dus, vanaf vandaag, vanaf deze vlog, duren de vlogs maximaal 5 minuten in plaats van maximaal 4 minuten. We zijn met z'n allen aan het eten bij een Italiaan. Die Italiaan heeft een open haard. Schitterende Italiaan met een schitterende open haard. Maar de mensen van de keuken hebben op die open haard papier gegooid. Dus het hele pand staat vol rook. Nou is de brandweer er en nu moeten we er 20 minuten uit. Hier staan we dan met z'n allen in de foyer te wachten totdat we weer naar binnen mogen. We gaan voor het ongemak even een drankje opnemen bij u. Applaus! Ja? Goed, ons eetavontuur zit erop. De brandweer is uiteindelijk gewoon snel weggegaan. We hebben lekker gegeten. Ik vond het echt heel lekker. Binnen bij Edwin in de flat. Vief gaat andere werktijden werken. Ze werkte altijd 3 dagen in de week, in het weekend. Ze gaat fulltime werken. Degene die nu fulltime werkt, gaat dan haar tijden werken. Die wil namelijk wat meer tijd voor de kunst. Dat wat die collega van Vief doet, lijkt ontzettend op wat ik natuurlijk een aantal jaar geleden en zelfs vorig jaar nog gedaan heb. Ik ben minder gaan werken om me meer te richten op tekenen en video's maken. Ga doen waar je hart ligt. Als dat niet is in het werk wat je doet, ga doen wat je wil doen. Natuurlijk begrijp ik wel dat als het om een kunstvorm gaat, dat heel lastig is om brood op de plank te houden en te krijgen. Dus daarnaast heb je nog gewoon een vaste baan nodig, parttime of fulltime. Maar als je dingen wil doen die je echt, echt leuk vindt en dat is niet in je huidige baan, ga dat mixen. Morgen hebben wij Rachel de verjaardag. Je gelooft het bijna niet, maar morgen is ons meisje 7 jaar oud. Het is alsof ze gisteren geboren is. Het is ook nog voor mij nog een klein hummeltje. Elke keer als ik het zeg, verbaast het me. Goed jongens, mijn woensdag gaat beginnen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.